Dag Simon. Ja, we moeten niet vertellen als truienaar dat we ongelooflijk trots zijn op uw prestaties van de afgelopen weken en maanden. Ik denk dat er niemand meer de gouden schoen verdient als jij. Ik hoop dat je nog veel clean sheets mocht hebben, maar ik hoop alleen natuurlijk dat je tegen ons die clean sheet niet houdt. Maar voor het beste, voor de rest wensen we je het allerbeste toe en nogmaals zijn wij ongelooflijk trots op hetgene wat jij momenteel aan het neerzetten zet. Straffe kost, topkeeper. Mooi parcours afgelegd, schitterende carrière tot nu toe, mooie stappen gezet. Sunderland, Liverpool, Brugge. Krijgt nu eindelijk, en daar ben ik als truienaar super content van, krijgt nu eigenlijk ook het lof dat hij verdient. Het moet ook wel meezitten. Ook 4 keer een clean sheet in de Champions League. Dat is heel mooi. Dat gebeurt niet constant. En het feit dat dat met Simon gebeurt, is iets wat hij verdient gewoon. Een beetje jammer voor de truienaars en ik denk dat heel velen die mening delen. Dat hij op hetzelfde moment als Thibaut Courtois een beetje een van de grote mannen is. En dat hij een beetje leeft in de schaduw van Thibaut. En dat hij daar nu met die prestaties en met dat schitterend parcours en de dingen die ze realiseren bij Club Brugge, dat hij er nu bovenuit stikt, even in de picture staat en het is hem van harte gegund. Op het veld een topper en daarnaast een fantastische meneer. Chapeau Simon, great job.